Goedenavond. In Spaans Baskenland zijn vanavond twee mannen op straat doodgeschoten. Twee anderen werden daarbij gewond. De vier werden vanuit een auto beschoten toen ze een café verlieten. De drie daders zijn ontkomen. Volgens de politie gaat het om een aanslag door de ETA Militar. Dat is de zeer militante gewapende vleugel van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. De twee gedode mannen zijn een vroegere agent van de Guardia Civil en een gemeenteambtenaar. Nederland wil de regering Chin-Assen zo krachtig mogelijk steunen, omdat dat de beste waarborg is voor het herstel van de parlementaire democratie in Suriname. Dat zei minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking vandaag in Paramaribo. De minister noemde het vrijlaten van alle politieke gevangenen een grote stap in de richting van herstel van de rechtsstaat. In de kerncentrale van Harrisburg in de Verenigde Staten is het vrijlaten van radioactief kryptongas vandaag al na 4 minuten gestaakt. De aanleiding was het afgaan van een alarm, vermoedelijk als gevolg van een computerfout. Het vrijlaten van krypton is een onderdeel van een grote schoonmaakoperatie na het ongeluk van maart verleden jaar dat bijna op een kernramp uitdraaide. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar honderden mensen in de buurt geloven daar niks van en zijn voor de duur van de kryptonoperatie, ongeveer 2 weken, naar elders vertrokken. Er is nog geen nader nieuws in de ontvoeringszaak van de vicevoorzitter van het Franse werkgeversverbond CNPF. Michel-Maurice Lariebière werd vanmiddag gekidnapt toen hij met zijn auto op weg was naar een afspraak. Hij staat aan het hoofd van een van de grootste bouwbedrijven in Frankrijk. De ontvoerders hebben in de wagen van Lariebière een briefje achtergelaten waarin een losgeld wordt geëist van 1,5 miljoen gulden. In Engeland denkt men een goed middel te hebben ontdekt om muren vrij te houden van ongewenste teksten en tekeningen. Er is een proef genomen in een voetgangerstunnel op een station in Oxford, die jarenlang steeds weer werd volgekalkt en gekrast door mensen die wat kwijt moesten. De wanden van die tunnel hebben nu een oppervlaktelaag gekregen van een nieuw ontdekte metaalachtige stof. Je kunt er nog wel wat in krassen of opschrijven, maar je hebt er niet lang plezier van. Alle opschriften zijn heel makkelijk te verwijderen met een spuitbus. Deze nieuwe wandbekleding is een vinding van een docent die eraan heeft gewerkt uit liefhebberij. Het spul is nog niet op de markt gebracht, maar de voetgangerstunnel in Oxford ziet er nu zo schoon uit dat dat wel eens vlug zou kunnen gebeuren. Wat dan het eind zou betekenen van veel anonieme teksten en tekeningen. Het nieuwsoverzicht. In Italië bestaat geen hoop meer dat iemand het ongeluk heeft overleefd dat gisteravond gebeurde met een Italiaans vliegtuig boven de Tyreense Zee. Met vliegtuigen, helikopters en schepen is gezocht naar overlevenden, maar men vond alleen doden en wrakstukken over grote afstanden verspreid.